Universiteit van Nederland. Oké, klaar voor de start? Af. En dan, ja hoor, een blessure. Elk jaar veroorzaakt hardlopen 660.000 blessures in ons land. In deze aflevering zoekt de Universiteit van Nederland uit hoe je blessures voorkomt. Dat doen we met sportwetenschapper Bas van Horen van Universiteit Maastricht. Hij is naast wetenschapper ook professioneel atleet. Hij was zelfs Nederlands kampioen op de 3000 meter. En als je zo'n topper bent, nou, dan heb je vast geen last van blessures, toch? Ik wou dat ik kon zeggen dat dat zo was, inderdaad. Het is wel minder groot ten opzichte van toen ik net begon. Maar tegelijkertijd, als topsporter zoek je natuurlijk toch steeds die grenzen op. Hoort er helaas dan bij dat je er ook wel een keer geblesseerd raakt. Straks geeft Bas jouw tips om blessures te voorkomen. Hoe hard je moet lopen, hoe je je voet moet neerzetten, welke schoenen zijn het beste. Het komt allemaal voorbij. Maar eerst duiken we zijn lab in. Daar onderzoekt Bas blessures door in 3D een digitaal menselijk skelet te bouwen, compleet met spieren en pezen. Ja, daar zitten dus eigenlijk van allerlei botten ook in verwerkt. Daar zitten van allerlei spieren in verwerkt. Ook gewrichten, pezen zitten in verwerkt. En dan kunnen we dus berekenen wat is nou specifiek de belasting op bijvoorbeeld veel voorkomende blessureplekken. Speciaal voor ons maakte Bas zo'n digitaal spierskeletmodel van redacteur Anouk. Ze krijgt een stuk of 50 plakkers op. Kleine reflecterende bolletjes waarmee de computer haar precies digitaal kan namaken. En dan mag Anouk een stukje gaan hardlopen. Klein beetje over een padsequentie. En daar verschijnt Anouks model. Nu nog bewegende streepjes op het scherm, waar vaag een persoon in te herkennen is. Zouden hier al dingen mee kunnen berekenen, zoals de hoeken van bepaalde gewrichten. Kijken wat zijn nou de krachten die je met alle spieren gecombineerd moet leveren om bijvoorbeeld jouw knie te strekken. En je kunt ook hier zien dat we al een eerste simulatie hebben eigenlijk van jouw beweging. En die markers gebruiken vervolgens om daar nog meer geavanceerde bewegingsanalyse mee te doen. Dat gebeurt op een model met spieren en pezen. En daarmee kan Bas ook precies uitrekenen waar schade ontstaat. Want ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe vormt een blessure als jij lekker een rondje gaat rennen? We kunnen misschien het beste daar een voorbeeldje aan pakken van de pace. Dus bij iedere pas die jij maakt, gaan je spieren samentrekken. Als je spieren samentrekken, daar zit een pace aan vast. Daarbij wordt die pace dus steeds een beetje opgerekt. Als we een specifiek voorbeeld pakken van de Achillespees, zien we dat zelfs bij relatief lage snelheden, bijvoorbeeld 10 km per uur, er als een 8 keer je eigen lichaamsgewicht aan trekkracht op die pees terechtkomt. En bij iedere keer dat die pees een klein beetje op rek gebracht wordt, ontstaat er op microscopisch niveau schade. Dus eigenlijk als je heel veel zou inzoomen met een microscoop, zie je heel kleine schade ontwikkelen. En op zich is dat geen probleem, want als je voldoende hersteltijd pakt na een training, dan herstelt die schade zich en de pace wordt ook sterker na zo'n training. Maar waar het vaak misgaat is dat mensen veel te snel opbouwen. Dus die microschade wat je na één training hebt, die is er niet volledig hersteld. Mensen gaan weer trainen, die microschade bouwt zich in die training weer op en stapelt zich dus over al die trainingen op. En op een bepaald moment is die microschade zo groot dat je een blessure hebt waar je ook echt pijn van gaat voelen. Om blessures te voorkomen geeft Bas je wat tips. Een van de eerste zaken is om niet iedere training hard te willen gaan. Dat is een van de fouten die de recreanten nog wel eens maken. Onder andere omdat ze misschien denken, nou ga ik kijken hoe traint een toploper. Toploper die loopt iedere dag zijn rustige duurloopjes op 15 km per uur. En dan denken ze, nou 15 km per uur klinkt hard, dus ik moet ook iedere dag hard gaan lopen. Maar dan vergeten ze dat voor een toploper 15 km per uur eigenlijk best rustig aanlopen is. En dat ze daarnaast hun echte harde trainingen dus afwisselen met die rustige trainingen. Een tweede tip die ik wil meegeven, heeft ermee te maken dat je vooral als je gaat beginnen met een start-to-run programma, dus je gaat hardlopen opbouwen, dat je het beste kunt opbouwen eerst in je volume, dus in de duur of de afstand die je gaat doen, in plaats van de snelheid. Dus even voor jou, sneller lopen zorgt voor meer blessures dan verder lopen. Dus als wij sneller gaan hardlopen, heb je een grotere paslengte. Omdat je grotere paslengte hebt, zet je dus eigenlijk minder passen voor per kilometer bijvoorbeeld. Je zou daaruit kunnen concluderen, nou, we hebben dus minder passen die we zetten. Dus als wij sneller gaan lopen, hebben we minder schade. Maar dat klopt dus niet, want je hebt per pas die je zet, heb je hogere piekkrachten. Simpelweg heel veel kracht in één keer. Maar waarom kost een grote pas meer kracht? Om die grotere paslengte te creëren, moeten onze spieren meer gaan samentrekken. En dat zorgt ervoor dat ze bij dat meer samentrekken ook die pees een klein beetje meer oprekken. En dat geeft dus de pees een klein beetje meer schade.
Hetzelfde gebeurt bij botten, als die spieren ook sterker gaan samentrekken. Zullen ze ook de botten een klein beetje meer gaan buigen bij iedere pas. En ook een botten geeft dat daarom een klein beetje meer schade. Dus als jij gaat beginnen met hardlopen, denk er dan aan. Begin langzaam, train vooral op afstand en zet veel kleine passen. Zo'n 7 passen meer dan je gewend bent. Dat kan eigenlijk heel simpel gedaan worden. Je kan namelijk met de meeste horloges zit een metronoomfunctie op. Dat is een apparaatje wat tikjes geeft. En die kan je dus gewoon instellen op jouw huidige passequentie. En dan met 7 pasjes per minuut hoger instellen. Of 10% hoger bijvoorbeeld instellen qua passequentie. En hoe zit het nou met de landing van je voet? Online staan allemaal adviezen dat je vooral op je voorvoet moet landen. En absoluut niet op je hak. Wat is nou waar? We zien daar inderdaad heel veel wilde verhalen over. En vanuit de wetenschap zien we dat het, als we eerst naar blessures gaan kijken, dat het niet zozeer de vraag is welke van die twee looptechnieken is nou beter voor blessures. Omdat dat dus eigenlijk net hoe zien die heel veel scheelt. Dat de firma de vraag is waar wil je liever geblesseerd raken. Dus wil je liever geblesseerd raken aan je Achillespees bijvoorbeeld, dan moet je op je voorvoeten gaan landen. Wil je liever geblesseerd raken aan je knieën bijvoorbeeld, aan je scheenbeen, kan je beter op je hakken gaan landen. Maar net hoe gezien zien we dus eigenlijk dat er helemaal niet zo'n duidelijk verschil is tussen welke van die twee geeft nou het hoogste blessuurrisico. Hak of voorvoet, het maakt niet per se uit. Zelfs sommige toplopers landen op hun hak. Dan, je schoenen. Welke moet je hebben? In hardloopwinkels bieden ze vaak een loopanalyse aan. Je krijgt schoenen aan, gaat een stukje lopen, dat wordt gefilmd en dan bekijkt een medewerker wat voor schoenen je nodig zou hebben. Wij gingen langs bij zo'n winkel om het te testen en kregen het advies mee voor anti-pronatieschoenen. Pronatie, wat is dat eigenlijk? Houdt eigenlijk simpelweg in dat als jouw voet op de grond komt, dat jouw enkel een klein beetje naar de binnenkant komt. Dat idee van proneren is niet goed voor blessures is eigenlijk een beetje ontstaan in de jaren 70 al. Dus al heel lang loopt het al mee. En daar hebben ook al jarenlang allerlei schoenfabrikanten op ingespeeld met juist dat idee benadrukken. Want dat zou natuurlijk, ja, dat geeft mensen het gevoel van ik moet ook echt specifieke schoenen hebben om die blessures te voorkomen. Alleen zien we dus dat het idee niet zozeer ondersteund wordt in de wetenschap. Er is namelijk één onderzoek waarin juist gevonden werd als je van allerlei mensen zo'n antipronatieschoenen gaat geven, waar dus voorkomen wordt dat je enkel naar binnenin gaat zakken, dat die groep die juist die antipronatieschoen kreeg een hoger blessuurrisico had. Daar tegenover staat dan ook een onderzoekje waar juist wel een lager blessuurrisico was, maar ook alleen bij één specifieke subgroep van allerlei hardlopers. En dan zijn er nog heel veel onderzoeken die eigenlijk gewoon helemaal geen effect vinden. Dus zowel niet hoger als geen lager blessuurrisico. Dus met pronatie hoef je helemaal geen rekening te houden. Welke schoenen moet je dan wel aantrekken? Voor de huidige richtlijn is eigenlijk heel simpel. Pak vooral een schoen die comfortabel zit. En laat je vooral niet te gek maken over van allerlei zaken zoals pronatie, antipronatie schoenen. Je hebt ook nog minimalistische schoenen waar je heel weinig demping zou moeten hebben. Pak vooral een schoen waar je comfortabel bij voelt. Wat een topadvies. Gewoon schoenen kopen die lekker zitten. Zo simpel kan de conclusie van de wetenschap dus ook zijn. Even kijken, hebben we dan alles? Niet te snel lopen, korte passen, veel passen. Het is allemaal wat. Bas kan in het lab nauwkeurig bijhouden hoe je loopt en dat bijsturen. Maar ja, je hebt zo'n lab niet thuis, natuurlijk. En je wil natuurlijk als loper eigenlijk weten, nou, ik ben vandaag een stukje gaan lopen. Hoeveel belasting heb ik nou gehad op al die verschillende veel voorkomende blessureplekken? En als ik dan weer ga lopen, wil ik dat ook weten. Want je kan natuurlijk iets hebben als vermoeidheid. Dat je op andere terreinen loopt, andere snelheden. Dus je wilt natuurlijk eigenlijk weten als je buiten traint, wat is nou die belasting geweest? Bas heeft al die kennis verzameld en verwerkt in een speciaal zooltje. Een grijs inlegzooltje van een paar millimeter dik, vol met druksensoren en een versnellingsmeter. Kunnen we aan de zijkant hier van dat zooltje vast bevestigen. En daarmee kunnen we dus ook meten wat is de versnelling van jouw voet, van jouw schoen. Wat is de hoek waarin jouw voet zich op dat moment bevindt. En dat kan al die technologie uit het lab vervangen. Oké, hoe doe je dat dan? Hoe ga je van allerlei plakkers en 3D-modellen naar een simpel zooltje? Wat we in het lab hebben gedaan, we weten dus per pas wat is nou jouw kracht op de Achillespees of op die knie bijvoorbeeld. Dan meten we ook wat is voor diezelfde pas het drukprofiel met 8 druksensoren. En dan kunnen we een statistisch modelletje trainen waarvan we zeggen, nou, we weten dat dit bij die pas de kracht is op jouw Achillespees. Dit is de gemeten druk van het zooltje. Ga nou eens met allemaal die druk proberen te voorspellen om te komen tot die kracht op de Achillespees. Dat doen we ook voor de volgende pas, voor weer de volgende pas. Dan doen we voor bergop lopen, bergaf hardlopen, verschillende snelheden met verschillende pasfrequenties. Dat doen we voor andere mensen nog een keer.
Ze hebben dus een heel breed model getraind om te weten, nou, ik heb een bepaalde druk als ik buiten ga lopen. We weten vanuit het lab dan vervolgens, daar hoort deze kracht tot Achillespees bij. Of deze kracht op de knie, of deze kracht op je scheenbenen. En op die manier kunnen we dus eigenlijk nu buiten mensen laten lopen, terwijl ze toch feedback kunnen krijgen over allemaal die belastingen die je normaal alleen in een geavanceerd 3D-bewegingslab kunt meten. Redacteur Anouk heeft ook zo'n zonnetje in haar schoen gekregen om te testen. Via een app kan Bas direct zien welke spieren en pezen ze belast. In dit geval vooral de spieren rondom de knie. Goed om te weten, maar belangrijker is nog, wat doe je vervolgens met deze informatie? Wat de app dus nu momenteel al doet, is bijvoorbeeld dan tijdens het hardlopen feedback geven, probeer je paslengte wat te verkorten of je passequentie te verhogen. En daarmee voorkom je dus dat die belasting zo hoog op bijvoorbeeld de knieën wordt. Cool idee, maar werkt het ook? Ze hebben dus ook een heel grootschalig onderzoek nagedaan, waarbij meer dan 200 mensen aan hebben deelgenomen. Dan hebben al die mensen hebben dat zooltje gekregen, maar slechts de helft van die mensen hebben ook feedback gekregen. En daar zagen we ook dat de groep die dus in real time, dus tijdens het lopen, die feedback kreeg, dat die significant minder blessures kreeg ten opzichte van de groep die weliswaar het zooltje kreeg, maar geen feedback krijgt tijdens het hardlopen. Minder blessures, dat is waar het uiteindelijk om te doen is. Hey, en Bas, gebruik je dat zooltje dan zelf ook? Dat is een vraag die ik inderdaad vaker krijg, maar ik gebruik hem zelf niet. En dat heeft ermee te maken dat weliswaar zijn we nu in staat geweest om dat zooltje te ontwikkelen om die interne krachten te voorspellen. Ik denk dat de nauwkeurigheid waarmee we dat kunnen doen, zeker voor de gemiddelde recreatieve loper, voldoende is. Maar voor een toploper denk ik dat me, ook mezelf kennende, dat ik die krachten beter aanvoel, die schade aanvoel, dan hoe we dat nou nog met dat zooltje kunnen schatten. Ik verwacht en hoop natuurlijk dat we daar in de komende jaren heel veel progressie op kunnen maken. Daar werken we ook aan om die nauwkeurigheid nog beter te krijgen. Maar voorlopig denk ik dat dat vooral voor een recreant leuk is. En voor een toploper moet er nog wat meer bij qua nauwkeurigheid. Daar wordt hard aan gewerkt door Bas. Voor nu rennen we nog even een stukje met hem mee. Bas? Bas? Nou ja, die is al weg. Dankjewel voor de tips in ieder geval. En zet hem op met je wedstrijden. Hey, en jij lieve luisteraar, rustig aan, korte passen en tot de volgende.